Gaan we vanavond laat thuis zijn. Je moet dus niet wachten om te eten. Alsof ik iets anders verwachtte. Brian, ik hoop dat ik die promotie krijg. We hebben het geld echt nodig. En vergeet niet te zoeken naar een job. Uw vader heeft gelijk, jongen. Het wordt tijd dat je u overzet. Kom nu eindelijk een keer buiten en zoek een job. Of wilt je dat de bank alles komt aanslaan? Ik kan het nog niet, mama. Ik kan nog geen mensen onder ogen komen. Ik kan niet dat mensen mij aanspreken met de vraag hoe dat ik mij voel of dat het met mij is en zo. En het feit dat we het huis niet meer kunnen afbetalen, dat is niet mijn fout. Ik moet hier niet voor opdraaien. Probeer het een plaats te geven, alsjeblieft. Weet je nog, nieuwjaar, 6 jaar geleden. Het was de eerste keer dat je met mij durfde dansen. Omdat ik moest. Zodat dus al die mensen aan het kijken waren. Ik vond het schitterend. Ik vond het gênant. We zouden wel meer moeten doen. En hoe was uw dag? Zoals anders. Ik passeerde daar straks aan de beenhouwerij. Ze zoeken nog mensen voor een fulltime. Hoe vaak moet ik nog zeggen dat je zelf wel zal beslissen wanneer... Wanneer dat je gaat buitenkomen? Al 100.000 keer en eerlijk gezegd, het is mij strontebeu om die vraag te moeten blijven herhalen. Stop er dan mee met die 100.000 keer te herhalen. Dat is mij ook strontebeu, hè? Je moet u herpakken, Brian. We hebben dat geld echt nodig. Neem een voorbeeld aan mij. Ik focus op andere dingen. Dat maakt het gemakkelijker. Dat is nu juist het probleem. Jij doet alsof er niets gebeurd is. Het enige waar jij mee bezig bent, is die fucking promotie. De enige die mij begrijpt, hè. Stop ermee, Brian. Stop ermee met te doen alsof dat ze... Alsof dat ze nog leeft. Je hebt gelijk. Ik moet ermee stoppen. Ik moet verder met mijn leven. Ik mag niet egoïstisch zijn. Het is oké om los te laten. Het is niet omdat je loslaat dat je vergeet. Ik zie je graag, mama. Ik zie je ook graag, jongen.